Een F-16 is direct nodig in de lucht, maar er is een onderdeel defect. Piraten houden iemand gegijzeld en eisen dat je onmiddellijk vertrekt. Wat doe je in dit soort gevallen? Het zijn situaties waar je als officier snel knopen moet durven doorhakken. Wat je heel erg voelt in een missiegebied is de urgentie en de noodzaak van een snel besluit. Omdat je weet dat het over leven en dood kan gaan. In onze officiersopleidingen, dat geldt overigens ook voor onderofficiersopleidingen, wordt eigenlijk vanaf dag 1 aandacht besteed aan het nemen van besluiten. Defensie is op zoek naar hoog opgeleide voor een carrière in de techniek of ICT. Defensie biedt volop kansen voor deze jongeren en organiseert daarom op de legendarische Oranje Kazerne in Arnhem het Tech Talent Event. De aanwezige jongeren worden uitgedaagd en buigen zich over een reeks dilemma's. Door middel van lampen krijgt deze zaal 4 kleuren en je loopt dan naar het kleurenvak toe waarvan jij denkt, nou, dit is hoe ik het zou aanpakken. Een van de dilemma's is dat wij een window of opportunity nodig hebben voor een actie. En een van de mogelijkheden is door het plaatsen van een hek bij een energiecentrale, is om het energienetwerk voor een gedeelte plat te leggen. Alleen een van de bijkomende gevolgen kan zijn dat een nabijgelegen ziekenhuis ook zonder stroom komt te zitten. Ik vond het zo moeilijk om een beslissing te nemen, omdat je weet dat het om mensenlevens gaat en die zijn in gevaar. Maar aan de andere kant moet je wel of niet ingrijpen en ik heb die achtergrondkennis nog niet, zodat ik een wel overwogen besluit kan nemen. Ik denk dat het wel een goed beeld geeft van de praktijk. En het geeft ook aan dat je snel moet kunnen improviseren en ook met je team moet kunnen werken. Naast dilemma's op het land zijn ze er natuurlijk ook op zee. Er is een bootje gekaapt door piraten en je vaart erheen. Nou, op een gegeven moment draai je de rollen om, je zoekt contacten mee. En dan zeggen eigenlijk de gijzelnemers, die zeggen ja, wegwezen of we doen de gegijzelde iets aan. Ja, en dan is de vraag, wat doe je? Ik zelf ben heel intuïtief. Dus ik krijg een dilemma voor me, ik heb een idee in mijn kop en dat wordt meteen tot uitvoering gebracht. Het werken bij Defensie is dynamisch, is heel erg afwisselend. Zo zit je op kantoor, maar zo ben je op oefening of je kunt uitgezonden worden naar een missiegebied in het buitenland. Als de Nederlandse regering besluit om militairen in te zetten. Nou, ik wil me dus aan gaan melden voor de luchtmachtofficier. Dat is wat ik ga doen. Ik hoop dat ik door de selectie kom en dat ik dan over een jaar of over een half jaar al aan de KMA kan beginnen. En dat ik over anderhalf jaar misschien al officier ben en een leiding kan geven. Defensie zoekt in 2017 75 technische officieren. Geïnteresseerden kunnen op Facebook en op de website werkenbijdefensie.nl meer informatie krijgen.